Goeiedag, we hebben een schitterende start van de dag op veel plaatsen gehad vanochtend vroeg. Een prachtige zonsopkomst, mooie kleuren. In het zuidoosten hing er her en der ook wat mist boven de weilanden. En dat zullen we de komende dagen nog wel vaker gaan zien. De temperaturen gaan echter omhoog. Vanmiddag werd het op veel plaatsen al zo'n 24 of 25 graden in het zuiden van het land. En morgen gaan we dat vrijwel overal halen. Maar het was lang niet overal even zonnig. Dat zien we al op deze foto. En dat zien we ook zeker op de satellietweergave van de afgelopen uren. Een strook met vrij veel bewolking loopt vanaf Schotland helemaal over de Noordzee, over onze omgeving, eigenlijk over het midden en noorden van Nederland. Is behoorlijk hardnekkig en onder die, ja, onder die pluk schijnt de zon eigenlijk nauwelijks. In de loop van de middag en vanavond moet dat langzaamaan wel gaan oplossen. Maar ja, dan wordt het natuurlijk niet echt warm meer. Toch verwacht ik dat deze bewolking morgen helemaal verdwenen zal zijn. En dan is het nou, op de meeste plaatsen toch vrij zonnig. Daarna krijgen we te maken met de krul die op de rand van de kaart ligt. Die is voor zaterdag bestemd. En dan gaan we weer geleidelijk aan buien vallen met wat lagere temperaturen. Dat zien we ook op de animatie voor de komende dagen. Die plukbewolking lost op. Nou, morgen is het in eerste instantie zonnig, maar later verschijnt vanuit het zuidwesten bewolking en ook regen in de loop van de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend. En vervolgens blijft het in het weekend licht wisselvallig met van tijd tot tijd zon, af en toe een bui. En dat zien we eigenlijk na het weekend nog steeds. Wel draait de wind langzaam wat meer dan naar het westen, waardoor het tijdelijk in ieder geval wat minder warm wordt. Met temperaturen veelal iets onder de 25 graden. Nou, vanavond is het over het algemeen vrij warm. Temperaturen tot rondzonsondergang nog van een graad of 20. En uiteindelijk koelt het vannacht dan af, naar zo'n 11 tot 14 graden van west naar oost. En daarbij is het overwegend helder met heel weinig wind. En dat betekent dat er in het binnenland op sommige plaatsen weer een mistbank kan ontstaan. Ja, en dan morgen, dat wordt de warmste dag van deze augustus tot nu toe. Met temperaturen in het binnenland van zo'n 28, in Limburg misschien zelfs wel een lokale 29 graden. Daarbij is er in eerste instantie veel ruimte voor de zon. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking dus toe. In eerste instantie de sluierbewolking, daar schijnt de zon nog wel redelijk doorheen. Later krijgt de zon het wat moeilijker en dan kan er in het zuidwesten een enkele bui vallen. Maar veel zal dat nog niet voorstellen. Veel meer buien zien we op zaterdag en met name zaterdagochtend. Stevige buien kunnen dat zijn, vooral in de zuidoostelijke en oostelijke helft van het land. Lokaal ook met onweer. Zo'n 10 tot 20 mm is daar mogelijk. In de loop van zaterdagmiddag dan breekt vanuit het westen de zon door, wordt het overwegend droog. En dat is goed nieuws voor de mensen die van vallende sterren houden. Want zaterdagavond en in de nacht naar zondag zijn er veel vallende sterren te zien. En dan worden dus brede opklaringen verwacht. Gaan we nog wat verder kijken? Dan zien we dat vanaf zondag het overwegend droog wordt. Met vrij veel ruimte voor de zon. In eerste instantie dus wel wat lagere temperaturen. Van gemiddeld zo'n 22 of 23 graden. Maar in de loop van volgende week draait de wind langzaam wat meer naar het zuidwesten tot zuiden. De zon blijft het goed doen. Het is overwegend droog. En de temperaturen halen in het binnenland dan weer vrij gemakkelijk zomerse waarden. Van ongeveer 25 graden. Ik wens u nog een mooie dag.